Hi allemaal, wij hebben weer een nieuwe shoplog voor jullie en het is allemaal winterkleding. Daarnaast ook een beetje wat sparkles, dus voor de feestdagen. Dus het is gewoon een verzameling van allemaal leuke dingetjes van de afgelopen tijd. We hebben heel veel om jullie te laten zien, dus ik zou vooral zeggen, geef me eerst een duimpje omhoog en laten we dan verder kijken naar de rest van deze shoplog. Nou, we beginnen bij de H&M, want een paar weken geleden was het Black Friday en toen hebben wij onze kans gegrepen om een bepaald item te shoppen. Want dit is een zwarte jumpsuit die we eigenlijk al best wel een tijdje op het oog hadden. We waren hem namelijk in de winkel tegengekomen en toen waren we meteen helemaal verkocht. Het is een culotte jumpsuit en de voorkant lijkt een beetje op een blazertje, denk ik. Ja, en het leek ons gewoon echt een perfect item voor feestborrels, kerstborrels, al dat soort feestjes, dingen. Feestjes. Ja. Maar natuurlijk, het is ook tijdloos genoeg om het gewoon nog gedurende het volgende jaar te dragen. En deze die kostte dus eigenlijk €50. Maar omdat hij dus in de sale kwam met Black Friday, kostte die uiteindelijk maar iets van €37. Mm-hmm. Wat ik alsnog eerlijk gezegd wel veel vind, als ik kijk naar de kwaliteit en het materiaal. Ja, ik heb nu trouwens gezien op de website dat ze een iets goedkopere variant hebben. Hij lijkt er bijna helemaal op. Maar uiteindelijk denk ik wel dat deze iets duurder lijkt. Oké. Okay. Maar er is een iets meer budgetproof variant. En dan heb ik hier nog een kledingstuk gescoord met Black Friday. Nu moet ik zeggen, met Black Friday ben ik niet helemaal losgegaan. Maar heb ik dus wel items geshopt die ik al op het oog had en die ineens toevallig in de sale kwamen. Dus dat was echt heel erg relaxed. Zoals deze leren broek. Deze heet serieus leren broek met splitjes op de website. Goh, dat, waarom? Dat komt omdat hij hier bij de enkel splitjes heeft. En dan zo aan de voorkant. Ik vond het wel een grappig detail. Ik hou heel erg van nep leren broeken. Ik vind het gewoon net iets mooier of specialer staan. Ja, dus het komt echt een beetje door het glansje. En vorig jaar had ik er eentje van een culotte leren broek van H&M. Nu dus een lange. En ik vind hem echt heel erg mooi. Hij kostte dus uiteindelijk met die korting maar €12. Oh, goeie dus dat deal. Was echt een goede deal. In de afgelopen weekvlog lieten we jullie zien dat we met de familie naar TK Maxx waren gegaan in Almere. En ik heb toen ook deze trui laten zien op Instagram daarna. En ik kreeg zo ontzettend veel vragen hierover. Deze heb ik dus bij TK Maxx geshopt. Ik zat er in eerste instantie een beetje te twijfelen van is het wel Laris? En Ik vind hem het super heeft kleur, leuk. Dus nee, denk ik. Nee. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Hij is lekker zacht. Hij is dus geshopt bij de TK Maxx, maar het merk is Lauren Taylor. Mocht je benieuwd zijn of je dat misschien wilt opzoeken of op een of andere manier toch nog vinden. En hij is een beetje cropped, wat ik heel erg leuk vind. En iets wijdere mouwen. Nou, en ik heb ook een trui gekocht. En deze heb je misschien ook al gezien in de weekvlog. Zo niet, check even die weekvlog, want hij is al echt heel erg gezellig. En we waren allebei een beetje zo van, ik wil een gekleurde trui hebben. We zijn een beetje, gekke kleuren mood. Ja, weet je, we dragen heel veel zwart en grijs. Dus af en toe is een kleurtje wel leuk. Kijk, hetzelfde merk. Dit is hetzelfde merk, Lauren Taylor. Ken ik niet. Ja, ik vond hem heel erg leuk. Ik vind gewoon die kleuren heel erg tof. En het leek me wel leuk als een soort van statement trui. En ook deze was €20. Dan heb ik hier een hele mooie nieuwe trui. En deze komt eigenlijk van de mannenafdeling. En hij is ook nog eens maat XXL. Oké, dat is het XXL? Volgens mij was het XXL. Oh ja, XXL inderdaad. Ja, dus ik had hem in mijn hand. En ik dacht eerst van, misschien is hij wat voor Larissa's vriend. Want deze is van het merk All Saints. En dat is echt een super mooie winkel. Maar Larissa vond het niet echt een match. En ik kon hem gewoon niet terugleggen. Want ik vind het gewoon zo'n mooi merk. En het is een hele mooie trui. Zo'n cable knit sweater. Ja. Hij is ook aardig zwaar, of niet? Hij is heel zwaar. Het zou net iets te dikke stof zijn voor mijn vader. En ook niet helemaal een oké cadeau. Dus ik dacht, weet je wat, ik pas hem gewoon zelf. Je kan hem heel eventueel als sweaterdress dragen. Maar dan moet je niet je armen in de lucht doen. Want dan is hij eigenlijk net eens te kort. Maar gewoon als trui om in je broek te stoppen, dan werkte dat wel. Dus ik vind hem heel erg mooi. Echt heel blij mee. Dit is echt zo'n trui die ik jarenlang kan bewaren. Oorspronkelijk was deze €100. En hij is bij TK Maxx was die €40. Dus dat vond ik wel een hele mooie deal. En nogmaals, hij is gewoon echt heel dik en heel mooi en helemaal blij mee. En dan heb ik hier een rok die eigenlijk Larissa had uitgezocht. Ze wilde hem niet hebben. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga hem ook even passen. Want ik vind het een heel leuk printje. Het zijn gewoon stipjes, doe me een beetje denken aan Bambi door de kleurtjes. En ik dacht, ja, van de zomer of heel eventueel met een dikke panty en laarzen eronder, kan ik hem ook wel nu dragen. En deze kostte €12. En ik vind hem wel echt heel erg cool. Deze is van het merk Mira & Co. Geen idee, ik ken het niet. Maar het is een Italiaans merk. Volgende nieuwe item zijn deze boots. Ze zijn van Sasha. En het zijn enkel laarsjes. Ze zijn wel ietsje over mijn enkel eigenlijk. Ze zijn redelijk wat hoger. En ik vind ze echt super gaaf. Die
gespen. Gespen, die maken het net wat stoerder. Maar verder is het best wel een klassiek modelletje eigenlijk. Niet heel erg grof of zo. Mm-hmm. En aan de voorkant heb je ook nog die leuke details. En dit leer is echt onwijs zacht. Ik heb ze nu al een paar keertjes gedragen. Maar je ziet echt gewoon heel erg die lijntjes erin zitten. En dat gewoon super zacht en soepel is. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Nou, deze jeans is van de Stradivarius. En ik was er naar op zoek, omdat Larissa heeft ook een straight jeans van de Stradivarius. En die elke keer als ze hem aan heeft, kijk ernaar. En dan zeg ik ook van, welke broek heb je nu aan? Deze is echt heel mooi. Ja, is heel fijn. Dus ik dacht dat ik hem had gevonden. Maar Larissa zei net dat hij toch net wat anders is dan die van haar. Ja. Andere wassing en ik heb knoopjes en zij heeft eigenlijk een rits. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Dit is de Breeze Straight Leg. En hij heeft aan de onderkant hier van die rafeltjes. En ik vind dat gewoon heel erg leuk. En de prijs is ook heel erg leuk. Ja, oh ja, hij is maar €20 deze jeans. Ik heb nog een straight jeans hier in een witte kleur. Deze liet Larissa laatst ook zien op haar Instagram account trouwens. Mm-hmm. En ja, deze is dus wit. Ik vind het wel een beetje spannend, want ja, hij is echt heel erg maagdelijk wit. Ik denk dat deze heel erg mooi staat bij deze trui van All Saints. Beetje zo, toon soort toon. Dus een beetje zoals jij hem ook had gecombineerd op Instagram. dus ja, ik vind het heel spannend. Want ik ben wel een beetje onhandig. En ik denk dat ik hem echt sowieso vies ga maken. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En ook deze is €20. Nou, hebben we ook nog even een bestelling geplaatst bij Comcat Fashion. En daar heb ik deze twee jurkjes uitgekozen. Het zijn eigenlijk zomerjurkjes, maar ja, het leek me gewoon heel erg leuk. Ze hebben lange mouwen, dus ik dacht gewoon met een panty, misschien eventueel een trui erop, is het wel heel erg leuk. En dit zijn hele leuke polkadotjurkjes in zwart en blauw. Nee, rood. Gaat helemaal goed. Dus, en dat zijn van die wrapjurkjes, dat leek me heel erg leuk. En dan ben ik nog niet klaar met de stipjes, want ik heb ook dit superleuke, ja, semi-transparante shirtje. En dit is een longsleeve. Hij is super stretchy. En het leek me gewoon heel erg leuk om hier bijvoorbeeld een bandshirt over te dragen. Ja, okay, ik moet ik even kijken. Zeker, hoor. Ik moet even kijken of het inderdaad een look is voor mij. En anders kan je er ook gewoon zo'n simpel zwart tanktopje eronder doen. Of gewoon alleen je bandjes. BH. Of inderdaad alleen je BH. Dat is ook heel erg sexy. En dat is ook wel heel erg geschikt, denk ik, voor feestjes en de feestdagen. En bij de feestdagen hoort natuurlijk ook wat glitter. Ik zag namelijk dat ze ook deze scrunchie in de webshop hadden staan. En dit lijkt mij echt heel erg goed passen bij mijn nieuwe Dr. Martens. Die ook zilveren glitters hebben. En ik dacht, op deze manier kan je met een scrunchie gewoon net wat meer glitters in je leven brengen. Gewoon een beetje in de staart als je verder geen zin hebt om glitters te dragen. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Wow! Ja, dus als je wel zin hebt om glitters te dragen, dan heb ik dit superleuke blazertje. Hij heeft allemaal van die lijntjes glitter erop zitten. Volgens mij op de camera lijkt het echt één grote bonk glitter. Oh maar my god, dat zijn regenboogglitters. Ja, ze zijn echt super mooi. Ik had deze dus nog niet gezien van Larissa. Ze neemt het nu net mee voor het eerst. Maar ik moet zeggen dat ik hem heel erg cool vind. Dus ik dacht, misschien is het ook wel heel erg leuk om dit over een bandtee te dragen. Zodat je het net iets stoerder maakt. Wat meer casual. Als je daar niet van houdt, dan is het natuurlijk een basic shirtje eronder ook heel erg leuk. Maar een soort van die wisseling leek me wel heel erg leuk. Dus ja, dit is echt goede glitter. En gewoon super fijn, denk ik. Nou, wij zijn heel erg benieuwd wat jullie van deze shoplog vonden en welke kledingstukken jullie leuk vonden, maar misschien ook wat jullie wat minder leuk vonden. En ik ben vooral ook heel erg benieuwd of jij nog wat hebt geshopt de laatste tijd, of je misschien nog wat moet shoppen, dat je een beetje stress krijgt ervan. Ik denk dat ik zelf wel goed ben voor de kerst en oud en nieuw. Nou, willen heel erg bedanken voor het kijken naar deze video weer. Vergeet hem zeker niet een duimpje omhoog te geven en laat wat gezelligs achter in de comments. En dan zien we je heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.